vroeger had ik altijd een droom van ik wil bij de politie gaan werken. En ik ben dan bij een commissaris gaan luisteren van hoe raak ik daar eigenlijk binnen. En hij zei zelf ook, als je nog zo jong bent, zou je beter dat je eerst iets studeert. En hij had me dan deze richting ook aanbevolen, omdat er al veel mensen, een paar mensen waren afgestudeerd uit de richting. Nu dat ik er eigenlijk zit, ben ik wel overtuigd van de keuze dat ik gemaakt heb. Ik heb voor de opleiding maatschappelijke veiligheid gekozen, omdat voor mij persoonlijk de enige richting was op hogeschoolniveau die mij echt aansprak. Natuurlijk is het wel een onderwerp waar we niet dagelijks mee bezig zijn, waar ik ook nog niet veel van gehoord heb. En uiteindelijk was dat voor mij de grootste uitdaging. Persoonlijk vind ik ook dat de richting mijn maatschappelijk standpunt en mijn visie op de samenleving voor een groot stuk heeft veranderd. Ik zou de richting zeker opnieuw kiezen, omdat het eigenlijk een richting is die voor mij ook bepaald heeft wat ik later wil worden en waar ik naartoe wil met mijn leven. Ik ben Laura Peters. Momenteel volg ik de verkorte leerroute sociaal werk, afstudeer richting sociaal-juridische dienstverlening. In juni ben ik afgestudeerd in de maatschappelijke veiligheid. En aangezien dat het op de universiteitsniveau redelijk zwaar is als je uit de TSO-richting komt, is het eigenlijk de ideale weg om toch een beetje geïntegreerd te geraken in die criminologie en eventueel daarna nog door te stromen naar de universiteit. Het is er een heel warme school. Ik heb ook het gevoel dat je helemaal geen nummertje bent. Iedereen kent iedereen er eigenlijk. En ook met docenten is er een heel nauw contact. En de cursussen zijn eigenlijk allemaal heel duidelijk. En je kunt voor vragen eigenlijk overal terecht. Ik ben Joke van den Beske. Ik heb hier gestudeerd aan de Cato Maatschappelijke Veiligheid. En ik ben sinds 2 jaar naar Gent gegaan om verder te studeren in de criminologische wetenschappen. Volgens mij is de maatschappelijke veiligheid de meest geschikte richting om verder te doen in criminologie. Voor ons was dat niets nieuws meer. We hadden de termen al gehoord en we waren direct mee in het verhaal. Ik heb enorme noten van de opleiding. Ja, ik ben inspecteur bij politiezone Vlas op dit moment, maar ik heb ook de richting maatschappelijke veiligheid gevolgd in de Cato in Kortrijk. Die richting heb ik gevolgd. Dus voor mijn politieopleiding. En ik moet zeggen dat ik daar redelijk veel aan gehad heb. Veel onderwerpen die in maatschappelijke veiligheid ter sprake komen, worden ook terug opgerakeld in de politieopleiding. Hallo, ik ben Valentijn Seys. Ik ben bachelor in de maatschappelijke veiligheid, afgestudeerd in 2007 en werk momenteel als verkeerscoördinator bij de politiezone Havers. Dus ik doe analyses van verkeersongevallen, van eerder gebeurde acties, zodanig dat men kwalitatieve controles kan gaan doen. Dus het is zo dat ik zowel beleidsmatig als praktisch werk, dus naast het analyseren van verkeersongevallen en dergelijke, is het ook zo dat ik verkeerslessen geef. Ik ben Jacob Paas en ik ben preventie officier. Het onderwerp dat ik uit de thema's, bijvoorbeeld evacuatie en noodplan, moet je daarvoor in contact gaan met externe diensten, tegelijk met de brandweer, politie, om daar ook te luisteren van hoe gaan zij te werk. Mijn job bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Enerzijds heb ik een aanvullende opleiding nog gevolgd voor preventieadviseur. Dat doe ik voor zowel het gemeente als het OCMW-bestuur van de gemeente Langemarck-Poelkapelle. En anderzijds vervul ik de taak van ambtenaar noodplanning binnen de gemeente Langemarck-Poelkapelle. En dat houdt eigenlijk vooral in dat ik op voorhand probeer risico's in te schatten die er in de gemeente aanwezig zijn. Als er grote evenementen zijn, bijvoorbeeld voor ons is dat de Rally van Ypres is een van de grootste evenementen die er is, is dat naar voorafgaande vergaderingen afspraken maken met alle disciplines. Ik ben dus oud-student maatschappelijke veiligheid en ik werk nu bij politiezone Gent. Ik zit nu op de interventiedienst. Dat is zeer afwisselend, qua uren ook al, maar ook qua werk. Heb je een keer kleine brandjes dat je moet plussen, maar heb je ook wel serieuzere zaken dat je moet doen.
Dat is een keer van een diefstal of een intrafamiliaal geweld. Het kan ook een verkeersongeval zijn. Iemand die gestorven is. Allee, het is echt heel ruim. Dan nu dat ik in de praktijk zit in de politie, ben vrij content. Ik zou niets anders willen eigenlijk. Ik ben momenteel in de politiezone grensleien, beleidsverantwoordelijke, dus afdelingshoofd van de afdeling beleid. In zaken beleid gaat het over het maken van plannen, het beleidsplan, het voorbereiden van die plannen, het verzamelen van informatie daarvoor. Ik doe ook strategische analyse, wat criminaliteitsanalyse betekent. In die zin dat je ook gaat feedback geven aan de mensen van de bevolking, van kijk, ja, dat is er gebeurd en dat gaan wij daaraan doen en dat proberen wij in de toekomst te gaan vermijden. Mijn takenpakket bestaat uit heel veel verschillende taken, dus ik ben niet alleen maar binnen de opleiding zelf aanwezig, maar ook expertisecentrum, dus heel veel onderzoek, onderzoeksvoorstellen uitschrijven, studiedagen volgen, maar zeker ook presenteren. En dan binnen de opleiding zelf stagebegeleiding, bachelorproefbegeleiding van onze studenten, maar ook jeugddelinquentie. Projectwerk in het eerste jaar, wat het dus de eerste jaars mee op weg helpen naar hoe voer ik een onderzoek eigenlijk betekent. Een aantal lessen geven, focus openbaar vervoer en veiligheid, bijzonder vraagstuk criminologie. Dus een heel verscheiden takenpakket. En dat maakt het ook wel boeiend, omdat je van alle markten toch wel iets kunt proeven.